Vijf mensen zijn gistermiddag onwel geworden door een hoge concentratie koolmonoxide. Drie van hen verbleven in een woning aan de Visserstraat toen zij zich op een gegeven moment niet lekker begonnen te voelen. Uit metingen van de brandweer bleek dat er een verhoogde concentratie koolmonoxide in de woning hing. Ook twee bewoners van een bovengelegen woning gaven aan zich niet goed te voelen. De grootste percentage werd op de begane grond gemeten. Maar er is ook iets naar boven gegaan, naar de tweede etage. Daar was nog een man en een vrouw die ook lichte klachten hadden. Die zijn ook gezien. Maar daar is sprake van een hele lichte verwonding, zeg maar. In tegenstelling tot de mensen op de begane grond, die toch een ernstige zeelvergiftiging alle drie hebben opgelopen. Ambulancepersoneel heeft zich over de vijf personen ontfermd. Ze zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis en maken het inmiddels naar omstandigheden goed. De hoge concentratie koolmonoxide in de woning is waarschijnlijk veroorzaakt door een gaskachel. Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding en dat kan dus bij gastoestellen gebeuren. Dat kan zijn bij gijzers of bij gaskachels, dus bij fornuizen zou dat kunnen. En er was in dit geval ook het vermoeden dat een van die gastoestellen de oorzaak geweest is. We hebben namelijk de gasmeters, de kranen dichtgedraaid en daarna weer gemeten. En toen nam het koolmonoxidegehalte nam af. Problemen met gaskachels komen ieder jaar voor. Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding van het gas. Jaarlijks overlijden er in ons land zo'n 11 personen. Toch kunnen stadjes deze problemen voorkomen. Als je gastoestellen goed onderhoudt en goed schoonmaakt, zeg maar, en goed een goed onderhoud pleegt, dan moet een onvolledige verbranding niet voorkomen. Dus ik raad aan in ieder geval om goed onderhoud te plegen aan de toestellen. Een andere manier om problemen te voorkomen is de installatie van een koolmonoxidemelder. Degene die ik hier in de hand heb is een gecombineerde rookmelder en ook een melder voor koolmonoxide. En het is belangrijk om deze op te hangen, zeker als je thuis een toch iets oudere cv-installatie hebt of een gasinstallatie. Dan is het belangrijk om zo'n melder op te hangen, zodat je gealarmeerd wordt op het moment dat de koolmonoxide zou vrijkomen. Hoe werkt het precies? Nou, in principe werkt hij precies hetzelfde als een rookmelder. Je hangt hem op. Belangrijk dat je hem af en toe even test, zorgt dat de batterij niet leeg raakt. En het apparaat begint pas te piepen op het moment dat hij koolmonoxide waarneemt. En dan zal hij een alarm afgeven. En dat is zeker een alarm waar je wakker van zal worden. Meer informatie over gaskachels en koolmonoxide is ook te vinden op de website van de Hulpverleningsdienst Groningen.